Hi, Jonathan hier van Time2Kite. Leuk dat je kijkt naar weer een video over Excel. Vandaag gaan we het hebben over hoe je je gewerkte uren kunt invoeren in Excel. En vervolgens kunt optellen, zodat je ook een totaal krijgt. En hier voor me zie je eigenlijk al wat het eindresultaat zou kunnen zijn. Dus ik heb hier uren ingevuld in het urenformat. Dus de opmaak klopt aan de hand van wat voor data het is. Vervolgens heb ik die uren per dag bij elkaar opgeteld. Hoeveel uur heb ik nou gewerkt op die dag? Ik heb zelfs uh, bij elkaar op weten te tellen een werkdag die voorbij het 12-uurspunt gaat. Dus die naar de volgende dag gaat. Daar zit nog wel een speciaal trucje achter. Dus blijf zeker kijken daarvoor. En tot slot heb ik alles bij elkaar opgeteld om natuurlijk uh, mijn factuurtje te kunnen versturen. Of voor mezelf een overzicht te creëren van hoeveel uur ik nou heb gewerkt die week. Kijk vooral even mee. We beginnen in uh, een lege tabel. Ik heb de tabel wel al gemaakt. Uh, dus ik heb een simpele dag, starttijd, eindtijd en uur gewerkt. Eventueel zou je hier nog uh, iets van pauze aan kunnen toevoegen. Maar voor nu houden we het even uh, op deze drie uh, kolommen die we gaan invullen. De dagen heb ik natuurlijk al ingevuld. En totaalgewerkt staat dan onderaan om alles bij elkaar op te tellen. Nu is het wel belangrijk om uh, zeker even te controleren of alles in, het juiste, uh, in de juiste opmaak staat. Dit is belangrijk omdat als ik uren ga invullen. In... Excel. Dan kan ik uiteindelijk eindtijd min starttijd doen. Dan krijg ik namelijk zo op deze manier krijg ik dan mijn uren. En uh, dat zou ik bijvoorbeeld ook kunnen doen met uh, 8 tot 12. En uh, nou, zo kan ik nogal wat. Even voor het gemak. Nou, het is allemaal vier uur gewerkt, maar wat gebeurt er nou als ik uh, van 11 tot 1 werk? Dan weet Excel even niet uh, wat hij moet doen. Daarom is het belangrijk om eerst even alles in het goede format te zetten. We gaan hier dus werken met tijden. En om de opmaak uh, te veranderen in Excel, kunnen we altijd even kijken bij uh, getal. Hier staat al een standaard optie bij voor tijd. Dit is niet de optie die wij gaan gebruiken. Hier staan namelijk ook altijd de secondes bij. Stel ik doe 5 of drie uur middags, vijftien uur, dan geeft hij daar ook de secondes bij. En dat is in dit geval, tenzij je echt heel erg op de seconden natuurlijk je uren wil bijhouden, meestal niet het geval. Dus we halen de secondes uh, halen we weg, maar als we dan op enter klikken, komen die secondes er weer bij. Want het is namelijk de opmaak. Dus we gaan eerst... Elke cel selecteren waar die opmaakt voor geld. Uh, en vervolgens klikken we op het uh, menu en op meer getalnotaties. Dan komen we in dit menu. Een andere manier is om op het uh, vierkantje met het pijltje te klikken om het menu uit te vouwen. Dus daar heb je ook uh, wat opties. Hier kun je onder categorie zoeken naar tijd. En bij tijd kun je vervolgens bij locatie. Je eigen land uitkiezen om te kijken wat voor mogelijkheden er, dus allemaal zijn. In dit geval wil ik uh, dus enkel de uren en de minuten. Uh, ik klik op OK en nu zie je dat uh, de starttijd van de maandag is aangepast. Uh, en ook hier heb ik nu allemaal tijd. Dus stel ik zou hier nu een tijd invoeren, dan komt daar ook een tijd uit. Nou, dat is mooi. Uh, wat ik nu kan gaan doen, is de data invoeren. Dus uh, nou ja, hier kan ik mijn werkweek gaan invoeren. Ik heb al wat uh, data uit het voorbeeld, uit het eindresultaat. Die ga ik nu even simpelweg kopiëren. Uh, dat scheelt voor mij weer wat tijd. Um, en dan vervolgens kan ik uh, de uren gewerkt gaan berekenen. In principe werkt dit heel simpel: het is namelijk een is-teken. En dan de eindtijd, minder starttijd. Hey, Jonathan hier even tussendoor. Ik wil je laten weten dat wij van Time2Guide to ontzettend toffe en informatieve trainingen geven over het gebruik van bedrijfssoftware. Dus hebben jij of je collega's wat hulp nodig bij het gebruik van Excel, PowerPoint of misschien wel Teams of Zoom? Laat het ons weten of neem gerust een kijkje op onze website voor meer informatie. En uren in. Nou, je zou zeggen: prima, werkt super. Maar uh, voor de mensen onder ons die ook wel eens in de nacht werken, misschien heb je een nachtdienst in het ziekenhuis of in waar dan ook. Uh, soms ga je wel eens over dat uh, 0000 moment heen. 12 uur middernacht. En wat Excel dan niet begrijpt, is hoe je als starttijd dan uh, verder kan zitten dan met je begintijd. Want zo is dat is hoe Excel het ziet. Uh, wat je wil dat Excel begrijpt, is dat dit niet 1 uur is van dezelfde dag. Uh, dus dat het eigenlijk 1 uur is van de maandag. Dus ik heb zondag ben ik om 11 uur begonnen, tot maandag 1 uur s'nachts. Dat zijn 2 uurtjes werk. Uh, en Excel die snapt dat dus niet, omdat hij dus hier uh, de eindtijd... Dus als ik dan even op de formule klik, dan zie je ook welke balkjes er zijn gebruikt, welke cellen. De eindtijd is hier uh, minder starttijd gedaan en dan kom je dus niet uit. Dus ik wil nu op een bepaalde manier Excel duidelijk maken dat wanneer er uh, dus op een volgende dag wordt verder gegaan, um, dat Excel dan moet gaan uh, beseffen en weten dat die eindtijd op de volgende dag is. Want dat kan Excel wel berekenen. Dit kan je doen door met een als-formule te gaan werken. Dus in plaats van eindtijd min starttijd ga ik nu een andere formule gebruiken, namelijk de als-formule. Er zijn namelijk twee mogelijkheden. De eindtijd is later dan het 12-uurspunt. In dat geval wil ik dat Excel weet dat we een dag verder die tijd uh, gaan gebruiken. Of de eindtijd is niet voorbij het 12-uurspunt. En dan kan ik eigenlijk doen wat ik bij maandag tot en met zaterdag heb gedaan: de gewone eindtijd zoals die daar staat gebruiken. Dus ik ga zeggen: als de eindtijd. Kleiner is dan de starttijd, dat is mijn logische test. En dan wil Excel dat ik een waarde geef. Als dat zo is, dan wil ik dat Excel de eindtijd gebruikt, maar plus één dag. En dat doe je door een plus één toe te voegen. Dus eh, wat staat hier nou? Ik heb hier de logische test. Als de eindtijd kleiner is dan de starttijd, Meestal is de eindtijd groter dan de starttijd, want anders werk je terug in de tijd. Dan wil ik dat Excel één dag optelt bij de eindtijd, zodat dit dus één uur s'nachts wordt van maandag en niet van zondag. Nou, als dat niet het geval is, als de uh, eindtijd dus groter is dan de starttijd, zoals eigenlijk bij maandag tot en met zaterdag, dan mag Excel gewoon de eindtijd gebruiken. Die al sluit ik af en ben ik dan klaar? Nee, want ik heb nu alleen gezegd welke eindtijd Excel mag gaan gebruiken. Dus de eindtijd van de volgende dag of van dezelfde dag. En vervolgens wil ik, net als dat we net hebben gedaan in de formule, uh, hiervan afhalen de starttijd. En als het goed is, hou ik dan mijn gewerkte uren over. Nou, ik klik op Enter om te kijken of het heeft gewerkt. En je ziet dat er nu twee uur staat. Dat houdt in dat in dit geval, omdat na 12 uurspunt mijn eindtijd was, Excel heeft uh, ingezien dat deze 1 uur van de dag erna geldt. Dus dan heb ik 2 uur uh, gewerkt totaal. Je ziet ook dat omdat het een tabel is, heeft Excel deze formule doorgetrokken naar de rest van de cellen. En je ziet dat het ook werkt voor uh, de cellen en de sommen waar, dus, uh, dit niet het geval is. Waar de eindtijd wel groter is dan de starttijd. Dus het verandert eigenlijk niks aan alles waar uh, het eerst al werkte. Het enige wat het wel verandert is dat we nu ook na het 12-uurspunt kunnen gaan rekenen. En tot slot is het natuurlijk interessant om te gaan kijken: wat nou uh, als ik een hele week heb gewerkt en ik wil mijn uren bij elkaar optellen? Kan ik dat gewoon doen met een som? Ja, je kan dat doen met een som, maar het antwoord zal je daarna nog in het juiste format moeten zetten. En je zal zien wat er gebeurt als ik een som maak van deze uh, uren. Dus ik uh, maak een som van de uren gewerkt. Ik klik op enter en dus komt nu 6,5 uur. Nou in één oogopslag is eigenlijk al te zien dat 6,5 uur niet het juiste aantal uren is dat er is gewerkt. Er is een stuk meer gewerkt. En dat komt dat alles boven de 24 uur gaat Excel weer opschrijven als een nieuwe dag. Dus na 24 uur begin je weer bij 1 en niet bij 25. Dit kun je simpelweg oplossen door de opmaak van deze cel te veranderen. We gaan weer naar opmaak. En uh, onder tijd zie je al dat er verschillende uh, mogelijkheden zijn. En bij het voorbeeld kun je zien dat er bijvoorbeeld ook eentje is uh, voor 30 uur en 30 minuten en 0 seconden. Nou, als ik die aanklik, dan krijg ik dus ook wederom de secondes erbij. Dat is niet wat ik wil. Dus ik ga naar aangepast om zelf mijn uren uh, opmaak in te voeren. Normaal gesproken, als je een uren wil met minuten, dan doe je uu. mm. Nou, dan zie je in het voorbeeld ook dat hij dan dus die half zeven krijgt als tijd. Maar omdat ik dit keer wil het aantal uren en niet zozeer de tijd, doe ik het tussen vierkante haakjes. Dus ik doe nu een u. Tussen die haakjes. Dubbele punt. De minuten kunnen blijven staan zoals ze zijn. En als ik nu op oké okay klik, dan krijg ik dus die 30,5 uur, wat de som is van alle uren gewerkt. Dit was alweer de video. Heb je wat geleerd? Vond je het een leuke video? Vergeet dan niet om op het duimpje te klikken. Abonneer op ons kanaal en klik op het belletje om meldingen te blijven ontvangen. En tot de volgende video.